Woedende reacties toen zondag de communie niet werd uitgereikt in de Sint-Jan in Den Bosch. Vooral toen de plebaan inging op de voorwaarden om ter communie te kunnen. Ook de juiste beleving van de seksualiteit maakt daarvan een onderdeel uit. Voelden veel mensen zich gekwetst. De plebaan betreurt nu dat mensen zich buitengesloten voelden. Ook al is het best lastig dat toe te geven. Ik heb altijd spijt als ik mensen onbedoeld... Of het doet mij verdriet. Dus dat onbedoeld kennelijk woorden anders zijn overgekomen, dat doet me verdriet, ja. Ja. Geen spijt? Ja, in die zin spijt van... Had ik het misschien maar iets anders gezegd of gedaan natuurlijk, ja. Homo-organisaties zijn blij met wat zij noemen deze draai van de plebaan. Wij hebben als CWC Nederland en de Gaykrant kennis genomen van de verzoenende woorden. In de persverklaring ook van de parochie hier is duidelijk geworden dat iedereen welkom is ter communie. De plebaan lijkt zich nu te scharen achter veel andere priesters die het aan gelovigen zelf overlaten. Of ze aan de criteria voldoen om ter communie te mogen gaan. Wij als kerk houden wel de criteria voor en dat zal ik ook blijven doen in eenheid ook met wat de kerk van mij vraagt. Maar tegelijkertijd gaan mensen in eigen verantwoordelijkheid naar voren en dan wordt, als ze daar voren komen, in de praktijk nooit de communie geweigerd. Nee, en dat bent u ook niet van plan komende zondag te doen? Daar ben ik niet van plan. De enige uitzondering is natuurlijk als mensen dus daarmee willen gaan spotten of zo, dan moet je daar ingrijpen. Maar dat zijn extreme omstandigheden. Om die extreme omstandigheden te voorkomen, roepen de homo-organisaties op komende zondag geen acties te voeren bij de Sint-Jan. En zeker nu het kerkbestuur heeft aangegeven om met ons in discussie te willen blijven, is daar ook geen reden meer toe. Zondag zal blijken of de oproep van de homo-organisaties wordt opgevolgd.